Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het maandag en normaal hoort er dan een weekvlog online te komen. Maar door de drukte van de afgelopen week heb ik daar helaas geen tijd voor gehad om dingetjes te filmen. Dus volgende week een lekker lange weekvlog. Deze week komen er 2 video's online om het een beetje te compenseren dat er toch een video online komt. En vandaag dacht ik, laat ik een keer een leuke video weer op gaan nemen. Shoplogs zijn gewild. Dus ik dacht, ik ga lekker even winkelen. En we hebben veel shoplog voor jullie. Met onder andere superveel van de H&M. Een item van de Bershka. En wat van de Pull & Bear. En laat ik gaan beginnen met de shoplog. Ik ga beginnen met de H&M. En daar heb ik toch wel het meest gekocht. Dus als eerst laat ik beginnen met iets wat jullie al vast hebben gezien in de video. Maar dat is deze roze hoodie. En deze vind ik zo ontzettend leuk. Er staat hier, tell me something new. Ik ga trouwens aan het einde van de video, ga ik alles laten zien hoe alles staat en zo. Dus wil je dat zien, zal ik zeker even de aanbeelden gaan kijken die aan het einde van de video komen. Maar deze vind ik echt super leuk. En deze was maar 10 euro. En wat ik vooral het leukste vind aan deze is dat de achterkant ook heel erg leuk is. Gaan we nu naar deze hele grote stapel. Als eerste laat ik beginnen met een Justin Bieber shirt. Ja, ik ben obsessed with de Justin Bieber collectie van de H&M. En ik zag deze en die kon ik zeker niet laten liggen. Er staat Purpose Tour op, Justin Bieber 2016. En op de achterkant staat My Mama Don't Like You. En dat is van Love Yourself. My mama don't like you and she likes everyone. Dus die heb ik gekocht voor 10 euro. En dan ben ik echt losgegaan op de weekend collectie. Die was ook in de sale. Als eerste liep ik tegen deze trui op. En je denkt, oh simpel. Maar dat is zeg maar het logo van de weekend. En op de achterkant hieronder. Superleuk. Deze was 10 euro en dan stond er zeg maar dit achter. Super gaaf. Die heb ik ook gekocht. Deze heb ik ook gekocht. Een grijze sweater met een hartje erop. En XO. Ook echt super gaaf. En die was ook maar echt 10 euro. Maar hier heb ik het kaartje al vanaf gehaald. Dan heb ik nog een hoodie gekocht. Ja, ik weet het. Het zomaar. Maar ik dacht, laat ik gaan inslaan met de hoodies. Want ik hou van sweaters. Deze hoodie, die vind ik super gaaf. Met hier dat XO'tje erop. Met een capuchon. En deze was 15 euro. En die vond ik ook heel gaaf. Dus we zijn alweer aangekomen op de laatste 2 items. Ik blijf nog even in het omgang sweaters. Want ik heb bij de Pull & Bear heb ik een oogsweater gekocht. Deze rode. Met Everything is Great. En die vind ik ook heel gaaf. Met lekker lange mouwen. Super tof. Voor de mensen die het wilden weten wat ik aan heb op dit moment. Deze komt trouwens ook van H&M. En dat is deze. Dit shirt. Met Never Look Back. En dan met de armen. Vuur. En nog meer vuur. Maar deze hebben jullie in de shopblog. Die vorige week maandag online is gekomen, really. Daar liet ik het zien wat ik allemaal had gekocht. Dus hier gaan we, als laatste heb ik schoenen gekocht. Oh, trouwens deze was 7,99 euro bij de Bondmeer. Toen ik deze schoenen zag op de webshop van de Bershka, was ik totaal op slag verliefd. Ik vind de kleur mooi, ik heb zo'n maatmodel nog niet. Ik weet niet of je ze kent. Het zijn een beetje de Inspired By schoenen van, ik weet niet meer wat merk, maar boeien. Dat zijn deze schoenen. En ik ben er echt helemaal verliefd op. Ik hou van deze schoenen. Ze hebben een beetje een zandkleurtje. Super gaaf. En de onderkant vind ik ook heel erg dope. Ik weet niet of je het ziet. Vind ik echt heel gaaf. En ja. Dan was dit alles wat ik heb gekocht. Ik viel me heel erg mee met wat er in de winkels lag. Het was niet echt heel erg veel meer bij sommige H&M filialen. Maar bij mij in Delft
hing zeg maar nog de hele collectie van The Weeknd. Dan was dit alles van de shoplog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan gaan we nu kijken naar de aanbeelden. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe extra lange weekvlog. Dus tot volgende week, guys!